Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video in onze serie Lightburn voor beginners. Vandaag deel 6. Ik werd er door een gebruiker op gewezen dat Lightburn regelmatig updates uitbrengt en dat terwijl ik gezegd had dat dat niet zo gek veel gebeurde. Het gebeurt wel veel, maar, en dat is de maar die ik er aangeef, dus misschien ligt dat ook aan mij hoor. Kijk, op het moment dat een update alleen uit bugfixes bestaat, dan is het wat mij betreft weinig update. En de meeste van de upgrades die Lightburn krijgt, zijn meestal bugfixes. En dat is niet erg, want ook dat moet gebeuren natuurlijk. Maar dat was wat ik bedoelde toen ik het had over dat er weinig updates plaatsvonden. Dus vergeef me mijn ignorance dat ik misschien het verkeerde woord gebruikt heb. Wat ik bedoelde eigenlijk te zeggen is dat zeg maar op het moment dat ik een licentie heb voor Lightburn. En mijn lezer werkt daar helemaal goed op die versie van Lightburn. Dan is er natuurlijk heel erg weinig reden om een upgrade uit te voeren. Of die upgrade moet echt hele vernieuwende zaken hebben waar je gebruik van wil maken. En dan kan het zijn dat je als je buiten dat eerste jaar zit, dat je daar een extra bedrag voor moet betalen. Goed, wij gaan in Lightburn training voor beginners deel 6 gaan doen. Mocht je af en toe wat geluid op de achtergrond horen, dat is mijn 3D printer die draait. Maak je geen zorgen, komt allemaal goed. Wij gaan duiken in Lightburn. Zo, lieve kijkers, abonnees of gewoon kijkers, allemaal even goede vrienden. Wij zijn toe aan les 6 in de training voor beginners voor Lightburn. En daarin heb ik beloofd dat wij het gaan hebben over de menu's taal en hulp bovenin Lightburn. Ik denk niet dat het een extreem lange training wordt, maar dat neemt niet weg dat we hem toch gaan doen natuurlijk. Taal is natuurlijk bloedje simpel. Bij taal ga je simpelweg je eigen taal kiezen, of althans de taal die je spreekt, zodat je zeg maar Lightburn kunt volgen. Sommige mensen kiezen bewust hier voor Engels, omdat veel van de video's online in het Engels zijn. En dan is het natuurlijk makkelijk vergelijken met wat jij in beeld ziet, met wat daar getoond wordt. Dat is wat ik nou net probeer te veranderen. Ik probeer een Nederlandstalige training voor Lightburn te maken. En nogmaals, ik ben mij ten zeerste bewust van ook mijn eigen tekortkomingen in dat programma. Dat zullen we zometeen ook nog zien. Maar ga er altijd vanuit dat als ik er goed mee kan werken en er zitten functies bij die ik niet ken, dan zijn dat vaak functies die ik waarschijnlijk ook niet zo snel zou gebruiken. En misschien geldt dat ook voor u wel. Los van dat is het altijd leuk als er nog wat te ontdekken is. Dus in die zin, hier stel je je taal in en in dit geval staat die op Nederlands, tussen haakjes Dutch, dat is makkelijk. We gaan naar het menu hulp. En daar staan best een heleboel hulpbronnen in. Het begint met het Lightburn ondersteuningsforum. Laten we maar eens even aanklikken. Het Lightburn ondersteuningsforum. Daar komt ie. Het is wel Engelstalig. Maar hier hebben we dus een compleet forum waar je lid van kunt worden. En je moet eerst lid worden of inloggen, net naar lang. Met heel veel thema's over Lightburn, maar wel Engelstalig. Geen probleem, want het is wel zo, en dat laat me daar duidelijk in zijn. Ik vind dat als je met zo'n hobby bezig gaat, of je nou aan het 3D printen bent, of aan het laser graveren, of voor mijn part met een freesmachine aan de gang bent, eigenlijk moet je de Engelse taal wel machtig zijn, anders kun je bijna niet werken hiermee. Nou, dat is even een verhaal. Dus dit is het Lightburn Forum. Ik sluit hem weer af, want wij gaan naar de volgende in dat hulpmenu. Dat is de snelle ondersteuning en opmerkingen. Ik ken hem niet, maar ga hem wel even aanklikken en even kijken wat ik dan te zien krijg. Oké. Dit is eigenlijk een korte handleiding, zeg maar. Welke knoppen er bijvoorbeeld gedaan kunnen worden, wat een muis kan doen, rechtsklikken, linksklikken en dat soort dingen meer. En kan dus erg handig zijn. Ik wijs ook met name op bovenin, dat naast sneltoetsen ook gebruik en over staat. En dan ga ik even aanklikken. Een stukje over het gebruik, algemene opmerkingen over het gebruik. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet gelezen heb dit. Maar stel, je wil er alles over weten, dan is dit dus iets wat je in feite ook zou kunnen gaan lezen. En we kijken bij over. En over, dat gaat ons vertellen welke versie we draaien. En sinds wanneer we die hebben. Beter gezegd, wanneer die uitgekomen is. Dat is gebeurd op 2 oktober dit jaar. S'avonds om 10:50. Aangeboden aan iedereen is die later. Dat kan ik zo zeggen, want toen ik mijn training begon, tussen de eerste en de tweede training werd bij mij aangegeven dat die update er was. Dus dat is wel heel apart, maar dat is logisch. Tussen de uit de rol
En het klaar zijn zit altijd nog wel het een en ander aan tijd. Bovendien zullen ze ook niet iedereen tegelijk in één keer over willen zetten. Nou, tot daaraan toe. Help en uitleg dus. En dat is dus het menu. De tweede die we daar in hulp hadden staan. Oftewel snelle ondersteuning en opmerkingen. We gaan naar de online documentatie. Dit is simpelweg de online handleiding, de uitgebreide handleiding van Lightburn. Daar komt die aan. Zie je, hier hebben we dus aan de linkerzijde zeg maar de hoofdtopics. Het beginner walkthrough, laten we daar maar eens op klikken. En dan krijgen we, nou, als we dat dan vervolgens aanklikken, ja, simpelweg uitleg met wat waarde. Eigenlijk is datgene wat ik een beetje nu aan het doen ben, zo'n beetje. Alleen dan in het Engels in dit geval. En in de vorm van tekst, gewoon van een handleiding. Weliswaar niet gedownload, maar wel online beschikbaar. En dat is natuurlijk wel heel erg prettig dat je daarbij kunt, zeker als je het Engels ook machtig bent. Dan een link naar de PDF-documentatie. Dat zal waarschijnlijk hetzelfde zijn, alleen dan nu niet een online versie, maar een PDF-versie. Die gaan we even aanklikken. Even kijken wat er gebeurt. Ik hoop niet dat hij gelijk gaat downloaden. Hij is hem nu aan het neerzetten. Duurt dus eventjes. Ik zit hier boven mijn werkkamer en ik kan hier alleen maar 2,4 gigahertz bereiken en dan nog in een wat zwakkere vorm. Maar hier hebben we de PDF-versie en eigenlijk is het zo ongeveer hetzelfde als bij die vorige, want dat was de website. Alleen is het dan de PDF-versie daarvan en die kan je natuurlijk gaan printen en noem maar op. Hij is echter, en dat wil ik je wel even opwijzen, linksbovenin 246 pagina's. Dus ik zou hem niet printen, ik zou hem eerder downloaden en dan lezen als je dat wilt doen. We zien ook dat hij aangepast wordt, want we zien dat deze versie is van november 28, 2021. Dat is recent, dat is heel netjes van Lightburn. Gaan we naar de volgende in het hulpmenu. Dat is natuurlijk een hele interessante, dat zijn de online video instructies. Nou, die gaan we even aanklikken weer. Want natuurlijk heeft Lightburn ook video's. En daar gaan we even zien. Bijvoorbeeld een uitleg hoe je je apparaat voor de eerste keer installeert. De first time user device setup. Maar ook nog veel meer van dat soort onderwerpen. QR-code, wifi-paswoorden, dus iets maken zeg maar, waarop je je wifi-paswoord in een QR-code kunt maken, zodat als iemand bij jou op visite komt met een telefoon die alleen maar die QR-code hoeft te scannen en hij is vervolgens gelijk verbonden met jouw wifi. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoort. Een hele lading video's, maar zoals al gezegd, wel Engelstalig, zijn ook niet, ik moet ook erbij zeggen, ze zijn niet altijd helemaal duidelijk. Maar ze doen hun best en dat is het allerbelangrijkste, hè, want er zijn ook genoeg programma's waar niks van te vinden is en dit is wel behoorlijk gedocumenteerd. We gaan nog weer terug naar die hulp. We gaan nu naar de Corel Draw hulp bij macro-instellingen. Ik gebruik het niet, maar er schijnt een plugin te zijn voor Corel Draw. En wat deze link doet is simpelweg een bestand weergeven. Komt die aan. Installeer de Lightburn macro voor CorelDRAW. Dus als je CorelDRAW hebt, dan kun je een macro installeren die zeg maar de interactie met Lightburn beter laat lopen. Ik ben niet zo'n CorelDRAW gebruiker. Ik ken iemand die dat gebruikt. Maar ja, ik weet ook wat het kost en ik ben eigenlijk meer van de wat gratis software. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat ik werkloos ben. Dus in die zin. Maar wel weer gedocumenteerd en dat is heel belangrijk. We gaan weer naar hulp. We komen er bij de volgende terecht. Genereer ondersteuningsgegevens. Het kan gebeuren dat je zeg maar een vraag hebt in dat forum en dat soort dingen meer. Waarin er ondersteuningsgegevens nodig zijn. Dus dat men zeg maar daar vraagt op de technische service van Lightburn. Vraagt aan jou van joh, kun jij de ondersteuningsgegevens sturen? Nou, wat hij doet, hij maakt ondersteuningsgegevens aan. Die kopieert hij naar het klembord. En die kunnen we in het ondersteuningsticket. Ik ben even benieuwd wat dat nou gaat zijn. We gaan even kijken naar wat daar dan in komt te staan. We gaan even kladblok openen. Kopieer dat even. En dan zien we dat het voor de normale burger niet te lezen is. Maar waarschijnlijk voor hun dus wel. Ja? Met andere woorden, het is zeker van belang. Omdat op het moment dat jij problemen krijgt, heb je een hele grote kans dat de technici bij Lightburn hierom vragen. Oké, ook duidelijk. Krijgen we hulp bij camera selectie. Nou, dat ga ik helemaal niet doen. Ik ga het wel even aanklikken. Maar ik heb al aangegeven dat ik gebruik geen camera's.
ja, cameracollectie. Ik snap het niet zoveel ervan. Daarvoor moet je camera hebben, denk ik. Hè? Ja, en dan zeggen ze hier 5 megapixel camera's. Ja. Nou, ik weet het niet. Geen idee. Ik heb dus geen camera. Dus ik gebruik ook cameraselectie niet. Ik kan je dus niet vertellen precies wat dit doet. Inderdaad, zei ik in het begin al. Ik weet helaas niet alles van het programma. Of helaas, misschien is het maar goed ook. Want niemand weet alles. Ook ik niet. Dan krijgen we het controleren op updates. Gaan we even doen. Normaal gesproken krijg je gewoon een melding als er een update is. Maar je weet niet misschien dat er een update is. En hij zegt dan... In dit geval, u werkt met de laatste versie, oftewel 1.0.06. Met andere woorden, er is geen update, maar normaal als die melding niet zou geven en jij zou gaan kijken, maar er is wel een update, dan zal die aangeven dat er een update is. En die kun je gaan uitvoeren natuurlijk. Al dan niet kosteloos, want dat heeft weer te maken met of, je een, of het binnen het jaar valt, hè, of dat je eventueel verlengd hebt. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Dan krijgen we het licentiebeheer. Het licentiebeheer. Nou, dat zegt ons nog 319 dagen bij mij over van de resterende aantal updates in de licentie. Je zult zeggen van, goed, je nou al een training geven binnen 46 dagen van de aankoop. Ik gebruik het programma echt heel veel, echt dagelijks en meerdere keren per dag. Dat is de reden waarom ik er wel een training van durf te geven. Dan staat er gebruik proxy server. Nou, dat is jouw internetnetwerk, zeg maar. Als jij een netwerk gebruikt waarbij er een proxy server gebruikt wordt, dan moet je dat natuurlijk aanvinken. Bij mij is dat niet het geval. Dan de licentie. De licentie is geldig, zie je daar staan. En je kunt die licentie deactiveren. Stel, je bent helemaal pissed off met ze en je hebt zoiets van, nou, zoek het maar uit. Dan kun je het deactiveren. Nou, ik doe dat natuurlijk niet. Lekker laten staan. Hartstikke mooi. Je kunt ook nog vragen voor offline activering, maar het is al geactiveerd, dus vandaar dat het grijs is. Offline verwerken van de activering, ook niet nodig, want het is al geactiveerd. Of vraag offline deactivatie, dus dat zeg maar zij het account deactiveren, niet jij, maar zij. Dat is eigenlijk wat daarin staat in dat minuutje. Krijgen we de volgende. En dat is de laatste, het logboek voor debuggen aanzetten. Ga ik even doen. Ik weet niet of dat een zinvolle is. Er gebeurt natuurlijk niks en dat heeft te maken met het feit dat hier nu het vinkje voor logboek die voor debuggen aanzet. Nou, ik neem aan dat het weer iets is wat uiteindelijk de technici kunnen lezen op het moment dat ze daar gegevens uit nodig hebben. Dus ik zet het nu maar aan en ik laat het aanstaan. Maar je kan het ook uitzetten, dat is net wat je wil. Dit... Mensen, was het menu taal en het menu hulp. Een redelijk snelle deel vandaag. Bij de volgende gaan wij ons bezighouden met die balk hier bovenin. Met onder andere die plus en die min en dat cameraatje en dat soort dingen meer. Daar gaan we ons in de volgende training mee bezighouden. Dat is nummertje 7 dan. En zo gaan we uiteindelijk al die balken doorlopen. Dus voor vandaag was het dat. Ik hoop dat u er iets aan gehad heeft. Nou, misschien wat minder vandaag, maar geen zorg. De echte menu's komen eraan en we gaan vanzelf verder in deze training de volgende keer dat we een video maken. Ik wens u alvast een hele fijne avond en tot de volgende keer. Dag!